Odor 392. Ik heb de man die de laptop heeft bezorgd nooit gezien. Maar normaal gesproken heb ik geen contact met klanten. Ik heb niet echt de persoonlijkheid of het geduld om ermee om te gaan. Ik werk beter als de kleine gremlin achterin, sleutelend aan de elektronica. Daar word ik blij van. Mijn naam is Morty. En ik werk in de computerreparatie. Mijn broer Dave en ik runnen een kleine reparatiewerkplaats in de stad. En met onszelf gaat het goed. We krijgen een gestage stroom van zaken. Het grootste deel is afkomstig van reparaties. Maar we verkopen ook apparatuur en refurbished laptops. Het zorgt ervoor dat we gevoed worden. En ik kan grotendeels mijn eigen uren bepalen. Op de avonden dat ik niet kan slapen, kruip ik achter in de winkel neer, zet een podcast op en ga aan de slag. Het was op een van die avonden waaraan ik aan Odor 392 begon. Dave had een briefje voor mij achtergelaten dat de klant had geklaagd dat de laptop crashte bij het openen van bepaalde programma's, namelijk Blender, een 3D animatieprogramma. Hij had het wachtwoord voor de laptop in zijn notitie opgeschreven. Dus zette ik een podcast aan op de achtergrond en begon ik te luisteren. En ging aan de slag om het probleem te onderzoeken. Ik zal niet ingaan op alle technische ins en outs van wat ik deed. Ze zijn niet echt belangrijk of interessant. Het komt erop neer dat hij een aantal beschadigde bestanden had waar Blender toegang toe probeerde te krijgen en die de crash veroorzaakte. Het verwijderen en opnieuw installeren van Blender bleek uiteindelijk de beste manier om het probleem te verhelpen. Dus dat deed ik en besloot zijn bestanden daarna terug te verplaatsen. Nadat ik de herinstallatie had voltooid, startte ik Blender op om er zeker van te zijn dat de laptop niet crashte. En dat gebeurde ook niet. Ik had de laptop opnieuw afgesloten en vervolgens weer opnieuw opgestart. Alles was nog steeds goed. Maar voor de zekerheid besloot ik een van zijn recente bestanden te openen. Om er zeker van te zijn dat alles nog soepel verliep. Voor de duidelijkheid, ik was niet van plan om te snuffelen in de bestanden van de klant. Ik weet dat mensen geheimen op hun computers hebben. En ik ben er ook niet zo geïnteresseerd in om dat te zien. Ik heb in mijn tijd al genoeg interessante dingen gezien. Rare porno, griezelige fanfictie, gênante persoonlijke video's. Nee, ik zal niet oordelen. Zolang het niet illegaal is, heb ik er vrede mee om het met rust te laten. En wat deze klant op zijn laptop had staan, was op zichzelf niet zo raar. Het bestand dat ik in Blender opende was een animatie met een zeer realistisch model van een huis in rangstijl. Ik weet zelf heel weinig over het gebruik van Blender en zelfs als ik dat wel zou weten, zou ik het werk van de klant niet willen verknoeien. Hoewel ik niet echt begreep wat het doel van de huisanimatie was, vertelde mijn gevoel me dat het waarschijnlijk een bouwding was. Misschien was dit een huis dat ze ergens aan het bouwen waren of zoiets. Het was een beetje vreemd om te zien dat er al iemand in het huis woonde. Maar aangezien ik zo weinig wist van wat er in hemelsnaam aan de hand was, dacht ik dat het waarschijnlijk allemaal wel normaal was. In de animatie zweefde een onbewegelijke vrouwfiguur door het huis. Ze was nauwelijks geanimeerd en zweefde van het ene punt naar het andere. Haar ledematen bewogen niet. Haar ogen knipperden niet. Ze stond gewoon helemaal stil. Ze ging naar de keuken, vervolgens naar de woonkamer
en toen naar de slaapkamer. In de hoek van het scherm gaf een klein klokje aan hoe laat het was. 10:00. Om 10:00 lag de vrouw in bed. En ik stond op het punt de animatie af te sluiten toen ik iets opmerkte. Er waren 3 nieuwe figuren in het geanimeerde huis verschenen. Ze naderden vanaf de achterkant, gingen de achtertuin van het huis binnen, voordat ze het huis via een raam binnengingen. Ik zag hoe ze het scherm van de buitenkant van het raam verwijderden, het vervolgens opschoven en 1 voor 1 naar binnen gingen. De 3 figuren liepen vervolgens door het huis en gingen de slaapkamer van de vrouw binnen. Ze omsingelde haar bed. En toen stopte de animatie. En bevroor op dat verontrustende tafereel. Mijn ogen vernauwden zich. Dit was waarschijnlijk niets. Ruwe animatie voor een soort filmproject misschien? Maar toch. Terwijl ik naar de 3 geanimeerde mannen staarde, die door het raam naar binnen waren gekomen, kon ik het niet helpen dat ik me ongemakkelijk voelde. Hun modellen waren blank. Geen bepalende kenmerken, in tegenstelling tot de vrouw die op zijn minst een beetje moeite in haar model had gestoken. De 3 figuren waren slechts grijze vormen die op mannen leken. Normaal gesproken hield ik niet van rondsnuffelen, maar iets aan deze animatie gaf me het gevoel dat ik moest... gewoon om mezelf gerust te stellen dat alles in orde was. Ik klikte in zijn documentenmap en werd begroet met een leger submappen. Elk met een andere naam. Vanessa, Claire, Amy, Patricia, Jamie, Regan, Kara. Gewoon een stel vrouwennamen. Ik klikte op de meest recente bijgewerkte map, Kara, en voelde de moed zinken toen ik onmiddellijk een foto herkende van een huis dat daar stond. Het was hetzelfde huis dat ik in de animatie had gezien. Alleen was dit een echte foto. Het leek er ook niet op dat het van Google was gehaald. Dit leek alsof het persoonlijk was gefotografeerd. De meeste foto's van hen zijn duidelijk overdag gemaakt. Maar gezien het feit dat er geen auto voor de deur stond, had ik het gevoel dat de foto's werden gemaakt toen er niemand thuis was. En het waren ook niet de enige foto's. Er waren er nog veel meer. De meeste waren foto's van een vrouw. Ze was klein en een beetje mollig, met kort bruin haar en een bril. Ze bleek de bewoonster te zijn. Op sommige foto's was te zien hoe ze het huis verliet of weer naar binnen ging. Op andere foto's was ze in het huis te zien, nadat ze duidelijk door de ramen was gefotografeerd. Ik kon haar zien koken, tv kijken. Iemand had deze vrouw in de gaten gehouden. Ik voelde me ongemakkelijk toen ik door de verzameling kleine invasies in het persoonlijke leven van deze vreemdeling keek. Op sommige foto's zag ik haar koken in haar keuken. Het leek alsof ze altijd het raam opendeed als ze aan het koken was. Ik herinner me de animaties die ik had gevonden. Het keukenraam. Dat was de manier waarop ze naar binnen wilde gaan. En het raam vanaf de andere kant openen. Als de vrouw het raam vaak opende, was de kans groot dat ze hem niet op slot zou laten en ze er gemakkelijk in zouden komen. De waarheid van die animatie knaagde flink aan me. Ik wilde het niet accepteren, maar het kon ook niet worden ontkend. Het was een plan voor een huisinbraak. Onder de laatste bestanden die ik in Kara's map vond, bevond zich een PDF. Ik wist niet zeker of ik er klaar voor was om te zien wat erin zat, maar ik klikte er toch in en opende het. Wat ik zag was een rapport van 2 pagina's dat de put in mijn maag nog dieper deed zinken. Dit rapport had alles. Haar naam, haar adres,
haar geboortedatum, standplaats. Alles wat iemand nodig had om haar op te sporen. De naam van het bedrijf dat het rapport had aangeleverd stond rechtsboven in de PDF. Horizon AI oplossingen. Ik heb de bedrijfsnaam opgezocht. Horizon AI Solutions was een dochteronderneming van Ducharme Horizons. Een chic bedrijf dat zich bezighield met robotica en AI-programmering. Het leek het soort bedrijf dat zijn innovaties graag aanprees, zonder ooit iets nuttigs te doen. Hoewel ik vermoed dat Horizon hun manier was om daar verandering in te brengen. Op hun website werd aangeprezen dat ze een van de meest geavanceerde AI's voor gezichtsherkenning waren. In staat om wethandhavers te helpen iedereen te identificeren op basis van alleen een foto. De implicaties waren op zijn zachtst gezegd een beetje verontrustend. Ik sloot de PDF af en klikte met tegenzin ook uit Kara's map. Er waren nog zoveel andere mappen op die computer. Andere mappen waar ik niet naar wilde kijken. Maar ik kon mezelf niet tegenhouden. Ik klikte in een map met de naam Vanessa. De map was grotendeels hetzelfde als Kara's map. Met foto's van een huis en foto's van een vrouw. Een lang, blond meisje met een rondborstig lichaam. Er was ook een PDF van Horizon. Net als Kara's bestand bevatte het alles wat je zou moeten weten over Vanessa. Het enige dat aan Vanessa's dossier anders was, waren de andere foto's die erin zaten. En die foto's waren de reden dat ik uiteindelijk de politie belde. Ik denk niet dat ik je hoef te vertellen wat die foto's inhielden. En eerlijk gezegd heb ik er na de eerste paar foto's niet goed naar gekeken. Toen ik het bloed eenmaal zag, kon ik niet meer kijken. De pure wreedheid van wat ze deden. Alleen al de gedachte eraan maakt me ziek. Ik ken de lelijke details liever niet. Die ochtend kwam er een agent langs om mijn verklaring op te nemen en de laptop op te halen. Ik legde de agent alles uit wat ik op de harde schijf had gezien. De animatie, de foto's, de reportages. Hij knikte, maakte aantekeningen en stopte de laptop in zijn zak als bewijsmateriaal. We nemen contact met je op, beloofde hij me, voordat hij vertrok. Zodra de agent wegging, plofte ik in mijn stoel neer, terwijl ik over mijn slapen wreef en me nog steeds misselijk voelde. Maar ik wist tenminste dat ik het juiste had gedaan. De politie zou de laptop waarschijnlijk kunnen traceren naar degene die hem in bezit had gehad. En die zieke klootzak zou hopelijk de rest van zijn leven wegblijven. Nog geen 5 minuten later kwam Dave de winkel binnen. Hij neuriede in zichzelf, terwijl hij ging zitten en naar me keek. Lange nacht? Vroeg hij speels. Oh, je hebt geen idee, antwoordde ik. Ja, dat durf ik te wedden. Ik denk dat je order 392 klaar hebt. Ik grimaste. Heb je de agent buiten gezien? Zei ik tegen Dave. Jazeker hoor, zei hij. Ik had niet gedacht dat hij zo vroeg terug zou zijn om de laptop op te halen. Maar ach, als het maar klaar was. Ik slikte. De agent was de klant. Mijn bloed veranderde in ijs in mijn aderen. Dit was het einde van deze creepypasta. Hopelijk vonden jullie hem eng. Mocht je mijn stem vaker willen horen, dan staat het jullie natuurlijk ten alle tijde vrij te abonneren op mijn kanaal. En heb je nou zelf een verhaal? Aarzel dan niet en mail dan naar dit e-mailadres. Of stuur me een persoonlijk bericht via Instagram. Beide adressen staan nu in beeld. Bedankt voor het luisteren, vrienden.
En graag tot de volgende keer.